thank God for this morning. Dank God voor deze morgen. And his goodness is here. Zijn goedheid is hier. And I'm happy that I can share with you the word of God. Ik ben blij dat ik met jullie het woord van God kan delen. I'm just a child of God. Ik ben gewoon een kind van God. I love the Lord. Ik hou van de Heer. He's my Lord. Hij is mijn Heer. Amen. Amen. The subject today that I want to really focus on. Het onderwerp waar ik vandaag op wil richten is on the subject on being filled with the Holy Spirit. Is het onderwerp van gevuld worden met de Heilige Geest. And without being filled with the Holy Spirit. En zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest. There's nothing we can do for God. Is er niets wat we kunnen doen voor God. Whatever we'll be doing amiss. In other words, we'll not be doing something that God approves. Als we iets zonder hem willen doen, dan doen we niet iets wat God goedkeurt. A child of God is born of the Spirit. Een kind van God is geboren door de Geest. And he has to be filled with the Holy Spirit. Hij moet gevuld zijn met de Heilige Geest. So that the work that he does, zodat het werk wat hij doet, will be done not in his own power, zodat het niet gedaan zal zijn in zijn eigen kracht, not in his own might, niet in zijn eigen macht, but by his spirit, maar door zijn geest. Amen. Amen. And I wanted to start with my testimony. Ik wil starten met mijn getuigenis. I was born again. Ik ben wedergeboren. When I was 18 of age. Toen ik 18 jaar oud was. And I think I've shared that several times. The experience was so wow. Ik denk dat ik dat al verschillende keren gedeeld heb. Dat was it echt wow. It was so nice. Het was zo mooi. Just for the first time to have that experience of being clean. Voor de eerste keer dat gevoel te hebben om schoon te zijn. And also a sense of belonging. Now that I belong to God, the Almighty God. En ook het gevoel ergens bij te horen bij de almachtige God. That sense just came when I just accepted him in my heart. Dat gevoel, die ervaring kwam toen ik hem accepteerde in mijn hart. That was when I was 18, as I said. Zoals ik zei, dat was toen ik 18 was. After converting from Islam. Nadat ik me bekeerd had van de Islam. And not long, it's like 3 weeks. En niet zo lang, 3 weken ongeveer. I was filled with the Holy Spirit. Daarna toen werd ik gevuld met de Heilige Geest. I had never heard about the Holy Spirit. Ik had nog nooit gehoord van de Heilige Geest. The subject about the Holy Spirit was never taught to me. Het onderwerp van de Heilige Geest was nooit aan mij onderwezen. Actually, by then we used to go to a church known as an Anglican church. Tot op dat moment gingen we naar een Anglicaanse kerk. And which is more traditional. Die is wat meer traditioneel. And the friend who led me to know Jesus. En de vriend die mij tot Jezus geleid had. The mother used to go to that church. That's why we even him went to that church. Zijn moeder ging naar die kerk, dus daarom gingen wij er ook so, heen. Issues to do with the Holy Spirit was not even talked about. Dus dingen die te maken hadden met de Heilige Geest, daar werd niet eens over gesproken. And but anyway, in simple, I had never heard about the infilling of the Holy Spirit. Ik had gewoon nog nooit gehoord van gevuld worden met de Heilige Geest. One evening, I was just reading my Bible. Eén avond las ik in mijn Bijbel. That experience was a great experience. Dat was een geweldige ervaring. I was just reading the scriptures randomly. Ik las gewoon willekeurig de schrift. In the book of Psalms. In het boek Psalmen. And I felt when I was reading loud, I was just reading it verbally, aloud. I mean. Ik las het hardop. I felt my tongue was sort of losing whatever I'm reading. Ik dacht dat mijn tong een soort van los raakte bij alles wat ik las. And I found myself speaking in another language. Ik merkte dat ik opeens sprak in een andere taal. And it was so beautiful. That presence was so nice there. En het was zo prachtig die aanwezigheid die daar was. I was filled without even knowing that this is the Holy Spirit. Ik werd gevuld zonder ook maar te weten dat dit de Heilige Geest was. So what happened is that I began to question about where I'm sitting. What's happening around here, you know? Dus ik begon te twijfelen aan waar ik zat en wat er omheen gebeurde. Wondering what was going on around where I was standing.
Wat er gebeurde rondom de plaats waar ik stond. Then I went on reading the scriptures. En toen ging ik door met lezen. I found myself again in speaking in tongues. En toen merkte ik dat ik weer in tongen aan het spreken was. And I never had anything to do with speaking in tongues. En ik had daar nog nooit mee te maken gehad met spreken in tongen. And the experience was great. En die ervaring was geweldig. Halleluja. Halleluja. That week was a so a really a good week for me. Die week was voor mij echt een hele goede week. It was a blessing. Het was echt een zegen. But still, had never been taught about the Holy Spirit. Maar omdat ik nog nooit onderwezen was over de Heilige Geest. I couldn't understand this whatever was happening to me. Kon ik niet begrijpen wat er met me gebeurde. I was just thinking I was my tongue was slippery, you know, it was sliding. Ik dacht een soort dat mijn tong in slaap was. Of, when I was reading. Yeah, when I was reading the scriptures. Als ik de Bijbel las. Simply, I came to know later about the Holy Spirit. Later kreeg ik meer te weten over de Heilige Geest. In one of the fellowships. In een van de diensten. That American people were holding a meeting. Fellowship in the evening on Sunday. Die Amerikaanse mensen 's avonds. And I saw, oh, this is what I was experiencing. Oh, dit was wat ik ervoer. And I was really eager for really getting more of that. En ik was heel hongerig om daar meer van te krijgen. Now, for those that are watching me. Dus voor degenen die naar mij kijken. Even in Kenya, I know there are people that I talked to. Zelfs in Kenia heb ik mensen verteld dat ze kunnen kijken. That really were enjoying. They wanted to hear and to know what was happening. Die vonden het echt leuk om te horen en van wat er allemaal gebeurt. I want to say that Jesus wants to fill us with the Holy Spirit. Jezus wil ons vullen met de Heilige Geest. And I just want to begin with the book of Acts, chapter 1. Ik wil beginnen met het boek Handelingen, hoofdstuk 1. Vers 8. Vers 8. Ja, it says. Ja, yeah, it says. Ja, yeah, vers 8, ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, yeah, maybe you can read, ja. Yeah? Chapter 1, vers 8. Ja, vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Uh-huh. And you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. And ye shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria. I think I'm not orderly there. But to the uttermost of the earth. Is tot het uiteinde van de wereld. Ja, now the disciples after having this experience with Jesus in his ministry. De discipelen die nadat ze deze ervaring met Jezus' bediening hadden. After seeing Jesus moving around and doing a lot of things powerfully. Nadat ze hadden gezien dat Jezus rondging en allemaal krachtige dingen had gedaan. They had more experience of whatever what they can go about to talk about. Toen hadden zij wat meer een idee waar ze mee rond konden gaan en waar ze het over konden hebben, waar ze over konden vertellen. In their head knowledge, they have had understood what was going on and what God wanted to be done. In hun hoofd hadden ze de kennis wat God wilde dat ze zouden doen. And even they had gotten the experience of Jesus. They had seen him resurrect. Ze hadden zelfs de gezien dat Jezus was opgestaan uit de dood. And they were even amazed by that experience. En ze waren onder indruk van die ervaring. And they would have gone to talk about Jesus in different places. En ze zouden rondgaan om te vertellen over Jezus op verschillende plaatsen. But Jesus saw that they were not prepared because the promise of the Father had not come upon them. Jezus zag dat ze nog niet goed voorbereid waren, omdat de belofte van de Vader nog niet op hen gekomen was. The issue is being for you to live a Christian life or to do even do the work of God. Om een christelijk leven te leven of het werk van God te doen. We need the Holy Spirit. Hebben we de Heilige Geest nodig? Because the Holy Spirit will produce the fruit that is needed by the Father. Want de Heilige Geest zal het fruit produceren wat nodig is bij de Vader. The Holy Spirit will produce the works that God the Father will approve.
de Heilige Geest zal de werken produceren die de Vader goedkeurt. And therefore they were to be filled with the Holy Spirit. En daarom moesten zij gevuld worden met de Heilige Geest. And I would want to say if they would have gone out to preach or do whatever work without the power of the Holy Spirit. Daarom als ze uitgegaan waren om al die dingen te doen zonder de kracht van de Heilige Geest. They would have been doing something good. They would have been doing something good. Dan zouden ze wel iets goeds gedaan hebben. But not lasting. Something that will be lasting. Maar niet iets wat stand zal houden. And God would have not really approved it. En God zou het niet echt goedgekeurd hebben. Because they would be bringing head knowledge. Want ze zouden kennis van hun hoofd hebben gebracht. Not the experience of the Holy Spirit. Niet de ervaring van de Heilige Geest. Not the work of the Holy Spirit. Niet het werk van de Heilige Geest. It will be just their head knowledge. Maar alleen de kennis van hun hoofd. That's why in one preacher one time said. Daarom zei een prediker ooit. He said if the Holy Spirit will be removed on the face of the earth. Als de Heilige Geest ooit verwijderd zou worden van de aarde. Pentecostal churches will still operate as a Pentecostal person. Zullen Pinkstergemeenten nog steeds als Pinkstergemeente functioneren? Here I think it's different, but in Africa maybe we'll be still shouting, thinking the Spirit of the Lord is moving. Misschien is het hier anders, maar in Afrika zouden we waarschijnlijk nog steeds denken dat als wij roepen dat de geest van de Heer beweegt. Because we are just used to the move of the Holy Spirit. Want we zijn gewend aan de beweging van de Heilige Geest. Until we will just be working out the Spirit. In other words, it's not the Spirit of God anymore. It is me who is in action. Tot we op zo'n punt gekomen zijn waar het niet meer de Geest van God is die aan het werk is, maar het is ikzelf in actie. Is that the Spirit of man will be operating? De Geest van de mens die functioneert. That's why the Bible teaches us to test every spirit. Daarom zegt de Bijbel. Every prophecy. Daarom leert de Bijbel ons ook om elke geest en elke profetie te testen. You should not just sit there just looking and thinking, but just you have something testing the spirit. Je moet daar niet alleen zitten en denken, the maar antenna. Je moet die geest testen. Je hebt daar een soort antenne voor. Yeah, check out is the Lord moving? Controleer het. Is de Heer aan het bewegen? Is the Lord saying something? Is de Heer iets aan het zeggen? The antenna must be there, alive. Die antenne die moet aanstaan. And so, in our time today. Het is in onze tijd vandaag. If you are born again. Als je wedergeboren bent. We need the Holy Spirit. Hebben we de Heilige Geest nodig? Jesus in chapter 3 of Matthew. Jezus die zegt in hoofdstuk 3 van Matthäus. He came. And he was baptized by John the Baptist. Hij is gekomen en gedoopt door Johannes de Doper. And after being baptized, en nadat hij gedoopt was, the Bible says he was filled with the Holy Spirit. The Spirit like a dove came and rested upon him. Zegt dat de Bijbel dat hij gedoopt werd met de Heilige Geest. Die kwam in de vorm van een duif en die rustte op hem. And he was led by the Spirit into the wilderness. En hij werd door de Geest geleid in de wildernis. He did not lead himself to the wilderness. Hij heeft niet zichzelf in de wildernis geleid. He was led by the Spirit to the wilderness. Hij werd door de Geest naar de wildernis geleid. And that's what also the Bible teaches us when we are filled with the Holy Spirit. En dat leert de Bijbel ons ook als we gevuld zijn met de Heilige Geest. We need to be led. Of the Spirit. Dan moeten we geleid worden door de Heilige Geest. Because that's the time when we produce what God the Father wants. En dan produceren we die dingen die God de Vader van ons vraagt. So in that verse chapter Acts chapter 1 verse 8. Dus in Handelingen 1 vers 8. It's a promise that we will receive the Holy Spirit. Het is een belofte dat wij de Heilige Geest zullen ontvangen. In chapter 2. In hoofdstuk 2. We find the Bible tells us. Daar staat vertelt de Bijbel ons. Chapter 2 of Acts. In Handelingen hoofdstuk 2. Yeah, it talks about and the day when it had fully come. En first one. In chapter yeah. De dag werd vervuld. That is chapter 2 verse 1. Eh? Mm-hmm. Yeah, when the day was fully come. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, something was hard coming.
Toen werd er iets gehoord wat kwam. Ja. There was a sound that was coming. Er was een geluid wat kwam. And that's what God does. En dat is wat God doet. Actually, the Bible says, and it hovered upon the great wind, blew that house where they were meeting. En er blies een sterke wind door het huis waar zij it bij elkaar was so waren. Strong. Hij was zo sterk. And then the Bible says that there was a tongue of fire was revealed to those that were in the church there. They saw tongues of fire falling on every one of them. En degenen die in het huis waren, die zagen dat tongen van vuur op elk van hun vielen. And they spoke in new tongues. En ze spraken in nieuwe tongen. Many people, Baptists, they refuse this. Veel baptisten wijzen dit af. Or many religious people try to forge the Holy Spirit. Sometimes they make forge the Holy Spirit. I don't know how to. Force? No, not force. It is not really. Yeah, they pretend that. That's the spirit, you know. Veel mensen, religieuze mensen, proberen de Heilige Geest na te doen alsof hij er is. And it becomes just religious doctrines that they teach one another. En het worden religieuze doctrines die ze aan elkaar onderwijzen. They change the meaning of it. Dus ze veranderen de betekenis ervan. They say we don't need to be filled with the Holy Spirit speaking in tongues. It ended in the day of the book of Acts, chapter 2. Ze zeggen, we hoeven niet gevuld te worden met Heilige Geest en te spreken in tongen. Dat is geëindigd in Handelingen 2. This American man was teaching and I said, that is out. He said that the Holy Spirit came only for that. Those people so that they can preach in the language of those people that we are hearing around them. De Heilige Geest kwam alleen maar, zoals in het hoofdstuk staat, zodat ze konden prediken in de talen van de mensen die daar aanwezig waren. En dat ze het zouden verstaan. And then when they did it, people heard the message, things to do with the tongues stopped. En toen ze dat gedaan hadden, toen hebben die mensen die boodschap gehoord en toen stopte alles wat met tongen te maken had. De tongen die bestaan vandaag niet meer. That's what they say. Dat is wat ze zeggen. That is grieving the Spirit of God again. Dat is de Geest van God teleurstellen. Hindering the Holy Spirit in moving. De Heilige Geest hinderen om te bewegen. So the Bible says clearly. De Bijbel zegt heel duidelijk. When the Holy Spirit came upon them. Toen de Heilige Geest over hen kwam. They spoke in tongues. Spraken ze in tongen. But before the tongues, I want to come to two things that the Holy Spirit will begin to do in our hearts. Maar voor ik het over tongen heb, wil ik het over twee andere dingen hebben die de Heilige Geest in onze harten zal gaan doen. What will happen when God brings us into His presence, or bring us into the realm of the Spirit? Wat gebeurt als God ons in zijn aanwezigheid brengt of in de geest? Realm, just in the spirit, yeah? Gewoon in de geest. In the realms, in the place, in the higher hidden place of the Spirit of God. In die verborgen plaats van de geest van God. You know, that's where God wants to bring us. Daar wil God ons heen brengen. We come out from, some people call it the sixth sense. You enter into a different sense now. Je krijgt als het ware een soort zesde zintuig. It's not an earthly kind of sense that people are used to. Niet een zintuig zoals mensen gewend zijn. When you are born again, you are lifted from a normal ground to another higher ground. Als je wedergeboren wordt, dan word je opgetild van een gewone grond naar een hogere grond. The knowledge and the understanding that God reveals to you sometimes is hard for people that are not spiritual to understand. Het is soms moeilijk voor mensen die niet geestelijk zijn om dit te begrijpen. Because these things, the word of God, are only understood by the spiritual people who have the Lord in them. De dingen van God zijn worden alleen begrepen door geestelijke mensen die de geest van God in hun hebben. So once He leads us into the realm, when God leads us into the realm of the Spirit, als God ons leidt in die ruimte van de geest, number one thing will take place. Het eerste wat zal gebeuren. When you get the God leads you there, you'll get a change. Dan zal je een verandering. There will be a change. Er zal een verandering zijn.
You will be changed. Jij zult veranderd worden. 1 Samuel chapter 10 verse 6 talks about Saul when he obeyed the oil of the law, he obeyed the prophet what he was told to go and do, and then he will meet the prophets that will, yeah. In 1 Samuel 10 verse 2? Yeah, verse 6 I mean. 10 vers 6, daar staat dat koning Saul door de geest geleid iets moest gaan doen. Yeah, it talks about he was changed to a different person when he began to prophesy with the prophets that were passing down. You know, they were passing prophesying. So he joined them and the Spirit of the Lord came upon him and he began to prophesy also. Oh. Hij ging profeteren met toen hij met de profeten meeging. Hij ging ook profeteren. Yeah. So So because he was chosen as a king. Omdat Saul als koning gekozen was. And he was given some he met with the prophets, Hij had een ontmoeting met de profeten. And when he met with the prophets, en toen hij de profeten ontmoette, there was a change in him took place. Toen was er een verandering in hem die plaatsvond. Because he was going to be a king over Israel. Omdat hij de koning van Israël zou worden. And you can't be the king over God's people, govern God's people without being filled with the Holy Spirit. En je kan niet de koning zijn van Gods kinderen zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest. That's why in the Old Testament they had to be anointed. Daarom moesten ze in het Oude Testament gezalfd worden. As a symbol of the Holy Spirit upon them. Als een symbool van de Heilige Geest op hen. That's why the judges were anointed. Daarom like werden Samson. De rechteren werden gezalfd, zoals Simson. Then they were used of the Holy Spirit. En toen werden ze ook gebruikt door de Heilige Geest. I know Samson, the Spirit of the Lord used to come upon him. Ik weet dat de Geest van God op Simson kwam. And then he could judge. En toen kon hij recht spreken. But without the Spirit of God coming upon you, maar zonder dat de Heilige Geest op jou komt, don't judge because you have not. The Spirit is not there. Spreek geen recht, want de Geest is er niet. You will be doing the work of the flesh. Dan zal je de werken van de Geest doen. Werken van het vlees doen. The work of the flesh. De werken van het vlees. And the flesh avails nothing. En daarmee bereik je niks. And the church also became different when they were filled with the Holy Spirit in the day of Pentecost. Rond de tijd van Pinksteren, toen de kerk gevuld werd met de Heilige Geest, werd de kerk ook anders. The people that were fearful, de mensen die bang waren, they were afraid of what was going to happen to them, die bang waren voor wat er met hun zou gaan became gebeuren, bold again. Die werden weer moedig. They were bold now to go and preach even when there is danger outside there. Ze werden moedig om te gaan prediken buiten waar gevaar was. Because the Spirit of the Lord had rested upon them now. Omdat de Geest van de Heer nu op hen rustte. There was a difference. Er was een verandering. The other thing that the Holy Spirit will do. Het andere wat de Heilige Geest zal doen. He will usher you into the realms where God operates from. Hij zal jou bedienen in de ruimtes waar de Heilige Geest werkt. I hope we understand each other on this part. Ik hoop dat we elkaar begrijpen. He will bring you himself. Hij zal jou zelf brengen. Into his chamber. In zijn kamers. Into his place. In zijn plaats. In his workshop. In zijn workshop. Where he operates from. Waar vanuit hij werkt. Where all the gifts of the Holy Spirit are. Waar alle gaven van de Heilige Geest zijn. He will bring you inside there. Hij zal jou daar naar binnen brengen. In his chamber. In zijn kamers. And there you begin to experience of what God is doing. En daar zal jij gaan ervaren wat God aan het doen is. That's a different realm. Dat is een andere realiteit. And that's how Christianity is all about. En daar gaat het christendom om. We are to be 24/7 Christians. We moeten 24/7 christen zijn. No change, no going out from Jesus and coming in. Niet even eruit stappen en weer terug erin. Out and coming in. Weer uit bij Jezus vandaan en weer terug. He wants us to be in and in. And in 24/7. Hij wil dat we 24/7 daarin in hem zijn.
And that's why the Holy Spirit has come to help us to remain in His presence. Daarom is de Heilige Geest gekomen om in zijn om ons te helpen in zijn aanwezigheid te blijven. That's where the language changes. Daar verandert je taalgebruik. Not by might. Niet door macht. Not by power. Niet door kracht. But by my spirit. Maar door mijn geest. Says the Lord. Zegt de Heer. That's where the language changes. Daar verandert het taalgebruik. That's where you see the supernatural realms. Daar zie je de bovennatuurlijke wereld. That's where you see the glory of the Lord moving around. Daar zie je de glorie van de Heer die rondgaat. That's where you hear the voice of the Lord in His realm. Daar hoor je de stem van de Heer in deze realiteit. Halleluja. Halleluja. And that is in Zechariah 4 verse 6 talks about not by power. En staat in Zacharië 4, vers 6, niet door kracht, not by might, niet door macht, but by my spirit, maar door mijn geest, says the Lord. Zegt de Heer. Halleluja. Oh, we. Hey. And let's look at Acts chapter 2 again, verse 1. Laten we weer kijken naar Handelingen 2, vers 1. God will open our eyes to hear His visit. In chapter 2, verse 1. Yeah, actually, it's just when the Holy Spirit came, was coming. Toen de Heilige Geest kwam, there was a sound that was heard. Er werd een geluid hoorbaar. It was heard by the disciples that were meeting in the upper room. Het werd gehoord door de discipelen die in de bovenkamer bij elkaar waren. In His chamber you'll hear the voice of the Lord. You'll hear the visitation. God coming down. Daar hoor je de uitnodiging van de Heer God, van God die naar beneden komt. There are people cannot hear when God is moving. There are people that cannot hear God when He's moving. Er zijn mensen die niet kunnen horen wanneer God beweegt. And especially in our time, in these last days. En zelfs vooral in deze laatste tijden, laatste dagen. Some Christians even will betray their dear brothers, thinking they are doing a good thing to the Lord. En sommigen zullen zelfs hun broers in steek laten, denken dat ze iets goed doen voor de Heer. Yeah, they will accuse their brothers in the Lord. Ze zullen hun broers beschuldigen. Because they cannot understand them. Omdat ze niet kunnen begrijpen. The realm of that brother maybe is in the realm of the Holy Spirit. Die realiteit waar hij in is, is in de Heilige Geest. And to me, maybe my spirituality in the cup is very less. It's not really full. En misschien is mijn kopje met geestelijkheid niet helemaal vol. I'm not being controlled by the Holy Spirit totally. Ik word niet beheerst door de Heilige Geest helemaal. So the person will be speaking and then I'll say, I think he's too far. Dus als die andere persoon spreekt, dan denk ik, nee, dat gaat te ver. Because you're not getting what God is revealing to. Omdat je niet begrijpt wat God openbaart aan jou. It's so easy to deny what the Lord is doing. And thinking that you are doing God a service. Yeah. You are really being a good Christian. En dus ontken je wat God aan het doen is. En je denkt dat je God ermee een dienst bewijst. Je denkt dat je een goede Christen bent. So the best thing is that when the Holy Spirit, when we are in His presence. Dus als we in de aanwezigheid van de Heilige Geest zijn. God will begin to open our spiritual ears to hear the voice Him coming. Zal God onze geestelijke oren openen, zodat we Hem kunnen horen als Hij komt. I would really want to say, if you want to read it and see. It doesn't say, people from outside there, they heard the wind blowing. No. En mensen die daar buiten waren, die hoorden de wind blazen. No. It is the people who are in the church. Nee, de mensen die in die kerk waren. In the upper room. In die bovenkamer. They are the ones who heard. Die waren het die het hoorden. And at once the wind blew so strong in the church. En die wind die waaide zo sterk daar and, in de kerk. Business was going on as normal outside there. En buiten ging alles gewoon zijn gangetje. Nobody was troubled by the wind because they couldn't hear the. Niemand had last van die wind. Ze konden het niet eens horen. Only the ones that were in the house of the Lord, seeking His face. Alleen degenen die in het huis van de Heer waren en zijn aangezicht zochten. They heard the voice, the visitation of the Holy Spirit. Die hoorden het bezoek van de Heilige Geest.
And so that's what God wants to do in our time. Dat wil God in deze tijd doen. When he comes and we are in his presence, als hij komt en wij in zijn aanwezigheid zijn, he will unstoop or make our ears to hear. Dan zal hij dat onze oren zorgen dat onze oren kunnen horen. Our spirit's ear will begin to hear the Lord moving, coming. Onze geestelijke oren zullen beginnen te horen wanneer de Heer komt. And when his word is spoken, whether through a child. En als zijn woord wordt gesproken, zelfs door een kind heen, you will know the Lord is speaking. Dan weet je dat de Heer spreekt. Whether he has spoken through someone else from the road there, dus of die nou door iemand buiten op straat gesproken you wordt, will know the Lord is speaking. Dan weet je dat de Heer spreekt. And if it is a still small voice, you will know the Lord is speaking. En als het maar een heel zacht stemmetje is, dan weet je dat de Heer spreekt. Sensitivity will be given to us. Dus gevoeligheid zal aan ons gegeven we'll worden. Begin to be sensitive when the Spirit speaks. We worden geestelijk als de geestelijk gevoelig als de Heer spreekt. The other experience will be our eyes will be open to see the glory of the fire coming on each one of us. We zullen gevoelig worden voor de glorie die op ieder van ons komt. They saw the fire falling on each one of them. Zij zagen dat het vuur viel op ieder van hen. They saw it. Zij zagen het. And they were excited. En ze waren enthousiast erover. And they found at the end we are told that they spoke in tongues. En aan het eind toen spraken ze in tongen. But if I remain a bit on the verse in the point two of the one that I'm touching on Acts. Dus als ik nog even bij dit tweede punt blijf. It says the fire was seen like tongues of fire upon these disciples. Ze zagen dit vuur als tongen van vuur op deze discipelen. Matthew chapter 3 verse 11 to 12 talks about and he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. In Matthäus 3 vers 11 en 12 staat hij zal u dopen met geest en met vuur. The fire of the Holy Spirit will come upon you. Het vuur van de Heilige Geest zal op u komen. So the Spirit of the Lord was upon them. Dus de geest van de Heer was op hen. And his glory, okay, his presence was so strong on them. En die aanwezigheid was zo sterk op hen. And the fire also was seen. And yeah, was seen. It was able to you were able to see the fire. Je kon het vuur ook echt zien. Yeah, they were able to see this fire of the Holy Spirit. Ze konden echt het vuur van de Heilige Geest zien. Okay. Sometimes what happens even in our time. Dus wat soms gebeurt in onze tijd. When the Holy Spirit comes. Als de Heilige Geest komt. Sometimes we can see fire. Soms zien we dan vuur. Sometimes we can the presence of the Lord can be very strong until we see Jesus even in the meeting. De aanwezigheid van God kan zo sterk zijn tot we zelfs Jezus zien in de spiritually you can see Jesus just there. Geestelijk kan je Jezus aanwezigheid zien. Because you are in his spirit and therefore the spirit of God is working on your life. Want jij bent in de geest en die is aan het werk in jouw leven. There is many manifestations when the Holy Spirit comes. Er zijn veel manieren waarop de Heilige Geest komt. And therefore the thing is fire. Okay, their eyes were opened. Dus hun ogen werden geopend. Their spiritual eyes were opened. Hun geestelijke ogen werden geopend. And they were able to see tongues. Ze konden die tongen van vuur zien. And obvious the last part is that they spoke in tongues. En het laatste is dat ze ook spraken in tongen. The overflow of the infilling of the Holy Spirit was seen, proven. It was there. Het overstromen van het gevuld zijn met de Heilige Geest, dat kon je zien. The promise of the Father had come. De belofte van de Vader was gekomen. What was spoken in the book of Joel was fulfilled in their eyes. Wat gesproken was in het boek Joel, dat werd vervuld voor hun ogen. Halleluja. Halleluja. And that's what God is going to restore the church back to the beginning where he can manifest himself. En God zal de kerk gaan herstellen zoals het in het begin was, dat hij aanwezig zal zijn. You know, the church, de kerk,
is like the tabernacle or the ark of the covenant. De kerk is als de ark van het verbond. It had the glories of God shining. De glorie van God die scheen, die straalde. And there is cherubims who are standing there with their wings up on the mercy seat, covering the mercy seat. En de cherubims die stonden daar met hun hun vleugels op de genade troon. And that's what God wants to restore the church back as as his ark of the covenant. En God wil zijn kerk weer daarheen terugbrengen als zijn ark van het verbond. He wants us to be full of his glory, his presence, that whoever hears us talking to them or even our presence can affect them and bless them. Okay. Dat zijn aanwezigheid en zijn glorie in ons, de mensen die wij ontmoeten, kan beïnvloeden en zegenen. Mm-hmm. Yeah, I'm sorry for going too fast. But the thing is, he wants us to carry him, to carry him. Hij wil dat we hem dragen. Jesus is longing for the church that will be moving in power, not in weaknesses. Jezus verlangt ernaar dat de kerk beweegt in kracht en niet in zwakheid. He wants his fire to be burning, burning, burning until it can be seen by people around us. Hij wil dat zijn vuur brandt zodat het gezien kan worden door de mensen om ons heen. Whereby we are not loving people by the love, our phileo love, love of the natural love, I mean. Ja, dat die liefde, die phileo liefde gezien zal worden. But we love people with this love of God, the agape love. Ja, en wij moeten de mensen lief hebben met die liefde van God, die agape liefde. And it has no ending, the agape love. Die agape liefde die heeft geen eind. It has no ending. Het heeft geen eind. When it comes to patience, we'll be able to be patient with whatever happens. We zullen er gepassioneerd van raken. Because the Spirit of the Lord has rested upon us. Omdat de geest van de Heer op ons is. And he's working on our lives. En hij werkt in onze levens. Everything that we'll be doing led by the Spirit of God. Alles wat wij zullen doen, zullen we geleid door de geest van God doen. Even wherever we go, we will be going knowing that we are listening to God and obeying God in doing some things for his glory. Overal waar we gaan, daar zullen we weten dat we God gehoorzamen en dingen doen voor zijn glorie. God will become number one in our lives, not us anymore. God zal nummer 1 worden in ons leven, niet wij zelf. It will be him in our lives. Hij zal het zijn in ons leven. It will be him moving with us. Hij zal het zijn die beweegt in ons. He's searching for a body to manifest himself. Hij zoekt naar een lichaam om zichzelf te manifesteren. He wants to walk in our body, this body of Christ. Hij zal werken in dit lichaam, het lichaam van Christus. And no wonder the Bible calls us that we are the body of Christ. En de Bijbel noemt ons het lichaam van Christus. And it talks about that when the Spirit of the Lord has God has given the gifts of the Holy Spirit. God heeft ons de gaven van de Heilige Geest gegeven. Yeah, he has given the gifts of the Holy Spirit. Hij heeft ons de gaven van de Heilige Geest gegeven. And those gifts of the Holy Spirit are considered as a part of it is like a body of Christ, one, but the Spirit, the same Spirit operating in us. Het is diezelfde Geest die in ons werkt. So a prophet or an evangelist or whoever is operating in the same Spirit of Christ, Jesus. The Holy Spirit. Dus een profeet of een evangelist die werkt in dezelfde geest van Christus. And we are told the gifts of the Holy Spirit is to edify the body of Jesus Christ. En wij moeten het lichaam van Jezus Christus toerusten. And actually Jesus said, and I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ik zal mijn kerk bouwen, zegt Jezus, en yeah, the gates of hell, de poorten van de hel, will not prevail. Die zullen het niet overwinnen. Against it. Yeah. And that's what he was meaning. He didn't say, and the church will build his church.
En hij zei niet, de kerk zal mijn kerk bouwen. Oh, my disciples John and I will be building my church. Of de discipelen zullen mijn kerk bouwen. He said, I will build my church. En hij zei, ik zal mijn kerk bouwen. It was himself. Ik, hij zelf. It is him who builds the church. Hij is het die de kerk bouwt. And he fills us with his spirit to work through us. En hij vult ons met zijn Heilige Geest om and door zijn te werken. And whatever when we obey him to do what he wants us to do. En als we hem gehoorzamen om te doen wat hij wil dat we doen. God, actually it is like it is himself working or doing the job. Is het alsof hij zelf werkt? What hinders the move of the Holy Spirit? Wat staat in de weg voor het werken van de Heilige Geest? Many a times we know very clearly it is sin. Vaak weten we heel duidelijk, het is zonde. When we disobey the move of the Holy Spirit, als wij de beweging van de Heilige Geest niet gehoorzaam zijn, or we have a sin in our lives, of we hebben een zonde in ons leven, or we have unforgiveness, of we hebben onvergevingsgezindheid in ons hart, we are not ready to forgive people. We zijn niet klaar om mensen te vergeven. There is hatred also we portray to other people around us. En we hebben haat naar mensen om ons heen. It is grieving the Holy Spirit. Dan is dat heeft de Heilige Geest daar verdriet over. And it hinders God to show himself. En dat staat God in de weg om zichzelf te laten zien. And that's why the church has become powerless because sometimes we are too much on ourselves what I want. En soms denken wij gewoon te veel aan wat wij zelf willen en daardoor zijn we dan krachteloos. So there's a scripture that says grieve not the Holy Spirit that has been given to you. In de Bijbel staat stel de Heilige Geest die aan u gegeven is niet teleur. And the other word unforgiveness can hinder the Holy Spirit in moving. Onvergevingsgezindheid kan het bewegen van de Heilige Geest in de weg staan. And we need to repent from those kind of things that can hinder God. En we moeten ons bekeren van die dingen die God kunnen hinderen en die in de weg staan. God wants to remove anything that is unclean. God wil alles weghalen wat onrein is. Psalm 55 verse 18 talks about who shall ascend in his holy hill. En Psalm 55 vers 18 staat wie zal ik zenden? In the heel of the Lord. For God to use us. Als God ons wil gebruiken. He requires a clean and a clean person, a clean heart. Dan heeft hij een rein persoon met een rein hart nodig. That's why John the Baptist came to for as a forerunner to prepare the way of the Lord. Daarom kwam Johannes de Doper voor om de weg voor te bereiden voor de Heer. When we ask God to cleanse us. Als we God vragen om ons te reinigen, then the Holy Spirit finds his path now to come in. Dan is de weg vrij voor de Heilige Geest om te komen. He finds his place in our lives. Hij vindt zijn plaats in ons he leven. He begins to show himself. Dan laat hij zichzelf zien. So, we as Christians, dus wij als christenen, we need to operate in the power of the Holy Spirit. Wij moeten werken in de kracht van de Heilige and Geest. And whatever we will be doing, en wat we ook doen, will last forever. Zal eeuwig blijven bestaan. Whatever, even our love will stand in the tests, in the testing time. Zelfs onze liefde zal de testen doorstaan. The scripture talks about also in 2 Corinthians. I can't quote the scripture there right now, but it talks about. In 2 Korinthe daar staat. It talks about the work. Our works will be tested. Onze werken zullen getest worden met vuur. And those things that were built by hay, like grass, I mean. Als die dingen die gebouwd zijn door op gras of hooi. And also mud. En modder. There are some things will burn when the fire comes. Sommige van die dingen zullen verbranden als het vuur van de Geest only komt. Only that which was built by gold. Alleen dat wat met goud gebouwd is, will stand the fire. Zal het vuur kunnen weerstaan. And that refers to the word of God. En dat gaat over het woord van God. To things that were done under the power of the Holy Spirit. De dingen die gedaan worden door de kracht van de Heilige Geest. Gold. Goud. Whatever God does, it is goldish. Wat God ook doet, het is van goud. It is
powerful. It is beautiful. Het is prachtig. And that's what God wants every moment when we produce. Dus alles wat wij produceren. Anything in our lives will be goldish. Alles wat wij produceren in ons leven zal dan van goud zijn. That which is from the Spirit of God. Dat wat van de geest van God is. So God wants to fill us. Dus God wil ons vullen. He wants to empower us by His Spirit. Hij wil ons bekrachtigen met zijn geest. And when He comes, en als Hij komt, you will know. Dan zal je het weten. You will know He's moving in your life. Dan weet je dat Hij beweegt in je leven. You will know because when He comes, you will sense the Spirit of God coming. Als Hij komt, dan zal je dat ervaren dat de Geest van God komt. So wherever you are, if you are, you have received Jesus Christ. Als jij Jezus Christus ontvangen hebt, you have to, you need also to receive the Holy Spirit. Dan moet je ook de Heilige Geest ontvangen. So for you to be empowered to be a strong Christian. Om bekrachtigd te worden om een sterke Christen te zijn. You need the Holy Spirit. Heb je de Heilige Geest nodig? Because the Holy Spirit is God Himself. Want de Heilige Geest, dat is God zelf. And He has revealed Himself in our time so that He can work to prepare us for the coming of the Lord Jesus en Christ. En Hij zal zichzelf laten zien, zodat wij voorbereid zijn op de terugkomst van. So as I finish. Dus terwijl ik afrond. If you are not born again and I've been saying these things and you are not born again. Als je niet wedergeboren bent. The Bible says. Zegt de Bijbel. When you repent of your sins. Dan keer je af van je zonden. And accept Jesus in your heart. En accepteer je Jezus in He'll je hart. He will bring a change in you. En Hij zal een verandering in jou teweeg brengen. He will forgive you. Hij zal je vergeven. That's the entrance to being in relationship with Him. Dat is de toegang naar het leven in relatie met Hem. And then He will fill you with His Holy Spirit. En dan zal Hij je vullen met zijn Heilige Geest. So I want just to finish there. Dus daar wil ik mee afsluiten. But I pray that God will move and touch your life. Ik bid dat God zal bewegen en je leven zal aanraken. I pray that you feel the presence of God coming upon you. Ik bid dat jij de aanwezigheid van de Heilige Geest op je zal voelen komen. And each one of us will never remain just a nominal Christian. En dan zullen wij geen gemiddelde christenen blijven. Or a churchgoer Christian. Of een kerkganger. That's why these people are, sometimes they don't want to come to church. Daarom willen mensen soms niet naar de kerk komen. They hate. Sometimes they say, they are even we are better than them. Ze zullen soms zeggen, wij zijn zelfs beter dan hun. Because we are not revealing Jesus. Omdat wij Jezus niet laten zien. We are become like them. They are changing us. We zijn net als hun geworden. Zij veranderen ons. The worldly people who are not born again are changing us. De mensen in de wereld die niet wedergeboren zijn, die veranderen ons. Most of the time we are compromises. Meestal maken we compromissen. We compromise with sin. We maken compromissen met de zonde. We compromise with some talks. Met hoe we praten. Sometimes we use some language that are not good. We gebruiken een taal, taalgebruik wat niet goed is. You are born again and you use the language like fuck you and all that. These are not language for Christians. We zijn wedergeboren, maar we gebruiken woorden die gewoon geen taal zouden moeten zijn voor Christen. We have curses in our mouth and yet that's not the fruit that we need to produce as children of God. We vloeken met onze mond en dat is niet de vrucht die we zouden moeten voortbrengen als kinderen van God. We compromise with the world. We sluiten een compromis met de wereld. Because we are afraid we'll be looking different in among these people. Omdat we bang zijn dat we er anders uit zullen zien in volgens andere mensen. Yeah, but when the Spirit of God comes upon us. Maar als de Geest van God op ons komt. There will be a change. Zal er een verandering Remember zijn. Remember the time when you got saved. Herinner je de tijd toen je gered How werd? Did you feel? Hoe voelde je je? You wanted to talk to everybody about Jesus. Toen wilde je aan iedereen vertellen over Jezus. Amen. Amen. When you are filled with the Holy Spirit, how did you feel? Toen je gevuld werd met de Heilige Geest, hoe voelde je je toen? You want to share with someone about this good news. Je wil het hier met iemand over hebben over dit goede nieuws. As time went, maar toen de tijd verging, you began to slow down. Toen ging het allemaal wat rustiger aan. The fire began to disappear. Het vuur begon weg te gaan. Compromising began to come in. Compromissen kwamen naar binnen. God wants us to arise. God wil dat we opstaan. And live as He wants us to.
Sorry? Yeah, and live the way he wants us to live. En dat we weggaan op de manier zoals hij dat wil. So the Spirit of the Lord is has come. De geest van de Heere die zal komen. He is here. Hij is hier. And he has not come to come and then go. Hij is niet gekomen om te komen en dan the weer weg te Spirit gaan. Of God has come to remain to reside in our hearts forever. De geest van God is gekomen om in ons hart te komen en daar eeuwig te blijven. Until when he comes back. Totdat hij terugkomt. To prepare us. Om ons voor te bereiden. And to build the church. En de kerk te bouwen. That's the work of the Holy Spirit. Dit is het werk van de Heilige Geest. So let's allow the Holy Spirit. Dus laten we de Heilige Geest toestaan. To change us. Om ons te veranderen. And then we will not be religious people. En dan zullen we geen religieuze mensen zijn. We will not be churchgoers only. Dan zijn we niet kerkgangers alleen. Warm benches. Of mensen die de banken warm houden. But we will be people that are flourishing with the fruit of the Holy Spirit in us. Maar mensen die opbloeien met de vruchten van de Geest in ons. I want to pray. Ik wil bidden. Our Father in heaven. Onze Vader in de hemel. I ask you, Lord Jesus. Ik vraag u, Heer Jezus. For those that haven't accepted you. Voor degenen die u nog niet geaccepteerd those hebben. Those that are watching over in different countries. Voor degenen die kijken in verschillende landen. I pray that God you help them to give their lives to you. Wilt u ze helpen om hun leven aan u te geven? Holy Spirit, may you come upon them. Heilige Geest, wilt u over hen komen? And may you use the words that they have heard today. En wilt u de woorden gebruiken die ze vandaag that hebben gehoord? Such every heart. En in elk hart. That the such light will be so strong in their lives. Dat het licht zo sterk zal zijn in hun leven. And that Lord they will repent and come back to you. En dat ze zich zullen bekeren en terugkomen naar u. Dear Jesus. Lieve Jezus. Move in their lives. Beweeg in hun leven. And I pray for our church, Lord. En ik bid voor onze kerk, Heer. The body of Christ in general. Het lichaam van Christus in het algemeen. I pray that Lord you will release thy Holy Spirit upon us. Ik bid u dat u de Heilige Geest vrijzet over ons. That Jesus there will be flowing the flow of the Holy Spirit upon us. En dat de Heilige Geest zal stromen door ons heen. We'll be able to see your presence. We zullen uw aanwezigheid zullen we'll zien. Be able to see the fire even falling upon our lives. En dat we het vuur zullen zien als het valt op ons leven. And we'll be able to hear the wind of the Holy Spirit blowing. En dat we zullen horen als de wind van de Heilige Geest blaast. I pray, Father, that you show yourself. Ik bid u, Vader, dat u zichzelf Lord, laat zien. Lord, I thank you that when you come. Ik dank u dat als u komt. When your Holy Spirit moves. Als uw Heilige Geest beweegt. The sick are made well. Dat de zieken genezen worden. The blind receive their sight. Dat de blinden weer gaan zien. The lame walk. De lammen die zullen weer lopen. Almighty God. Almachtig God. Our powerless Christianity will stop and will begin to see your glory. Onze krachteloze Christen zijn zal stoppen en we zullen uw glorie gaan zien. Jesus, we Heer pray. Jezus. Fill thy church with your Holy Ghost. Vul uw kerk met uw Heilige Geest. Let the fire burn afresh, Almighty God. Laat het vuur weer branden opnieuw. Lord, that's in your presence we can see visions. Heer, dat we in uw aanwezigheid visioenen zien. In your presence we can dream dreams. Dat we dromen zullen dromen. In your presence we can see people delivered. In uw aanwezigheid zullen we zien dat mensen vrijgezet worden. Lord, that every time we'll be meeting together, there will be word of prophecy. Dat elke keer als we bij elkaar komen, dat er profetische woorden there will zijn. Be a word of healing. Dat er woorden van genezing zijn. And Lord, that every hand that the hand touches the sick from the body of Christ, that they will get healed. Dat elke keer dat als een hand van het lichaam van Christus een zieke aanraakt, dat ze genezen zullen worden. And the power of darkness will lose their hold. En de kracht van de duisternis zal zijn kracht verliezen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, I just pray that your spirit will begin to hover in our lives. Ik bid u, Heer, dat uw geest aanwezig zal zijn in ons leven. And move and touch our lives. En ons leven zal aanraken. I pray that those that are not feeling well at homes. Ik bid u dat degenen die zich thuis niet helemaal goed voelen. Those that are sick in their bodies. Dat die ziek zijn in hun lichaam. I send your word, O God.
Ik stuur uw woord, O Heer. I speak healing over their body. Ik spreek genezing uit over hun lichaam. I speak healing over their chest problems. Ik spreek genezing over de problemen in hun borst. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Holy Spirit, may you touch them. Heilige Geest, wilt u hen aanraken? Bring the healing. Breng genezing. Let them experience your power in their lives. Laat ze uw kracht ervaren in hun leven. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. I pray whoever that have heard this word today. Ik bid dat iedereen die dit woord gehoord zal hebben. Even when they are going to sleep. Ook als ze gaan slapen. I pray that this word will come back afresh. Ik bid u dat dit woord weer fris terug zal komen. In their mind. In hun gedachten. And they will hear your voice speaking, Lord. En dat ze uw stem zullen horen spreken, Heer. In Jesus' name we pray. In Jezus naam bidden we dat. Amen. 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 God bless you. God zegen jullie. Amen.